Goedenavond. Mijn naam is Jackie Peters. En ik ben stembevrijder. En ik wil jullie graag iets vertellen. Ook de coronavirus houdt mij ook bezig. Niet zozeer dat ik er bang voor ben, eigenlijk helemaal niet. Maar ik voel meer de roep om iets te delen over hoe ik ermee omga. In de hoop dat jullie daar ook iets aan hebben. Het is namelijk zo dat zingen, en wel een bepaalde manier van zingen, mij heel veel gebracht heeft in mijn leven. Dat is namelijk het stembevrijdende zingen. En dat is via zingen uitdrukking geven aan wat je voelt. En ook via zingen anderen iets moois geven. Zoals je misschien wel weet, is klank trilling. En wij kunnen dus hele mooie trillingen van liefde, van licht, van verbinding, van allemaal positieve energieën, kunnen wij zelf met onze eigen stem in de wereld brengen. En dat is heel erg nodig nu. Ik volg de afgelopen dagen zelf hele mooie meditaties. Want er zijn allerlei mensen, mooie mensen, die op dit moment meditaties in de wereld brengen. En daarbij voel ik ook heel erg hoe goed dat is, hoe het me bij mijn hart brengt, hoe het mijn energie laat stromen, hoe het mijn trilling zeg maar hoog houdt. En ik voel ook dat er op sommige momenten ook echt oude overtuigingen en emoties echt omhoog willen komen en gezien willen worden. Ook daar ben ik mee bezig. En wat daar een toevoeging eigenlijk is voor die ik graag daaraan toe wil voegen bij jullie, is dat zingen ook heel belangrijk is nu. En dan bedoel ik dus niet een liedje zingen, dat mag ook, maar echt gewoon naar binnen inademen en je overgeven aan je stem. En wat dan nog krachtiger is als je gewoon één mooie kwaliteit in je bewustzijn neemt. Dat kan van jouw liefde zijn. Ik noemde dat er net al een paar. Het kan ook dankbaarheid zijn. Dat je daarop afstemt, inademt. En dan maar eens gewoon dat een klank geeft. En dat is niet moeilijk. Misschien denk jij van, nou, ik zing helemaal nooit of ik kan niet zingen. Of ben je gewend om alleen liedjes te zingen? Iedereen kan dit. Iedereen heeft een stem die aan heling bij kan dragen in de wereld. Dus ga het proberen. Ga gewoon lekker ergens zitten. Of wandelen in de natuur. Laat gewoon één kwaliteit in je opkomen. Kan je ook een kleur bij op laten komen. En dan stem je daarop af. Afstemmen is dat je het, dat je je ogen dicht doet, dat je inademt, dat je je gewoon voorstelt dat die energie in je is. En dan ga je een klank laten komen. En ik zal proberen om het voor te doen. Ik weet niet zo goed hoe dat dan op een video overkomt, want ik doe dit voor het eerst. Maar als ik met iemand werk of als we met een groep werken, dan doen we dat gewoon zo. Dan heb ik bijvoorbeeld, nou, bij mij staat toch liefde heel erg vooraan. En dan komt bij mij meteen een hele mooie lichtroze kleur komt erbij. En dan adem ik in me naar mijn hart. Dan probeer ik eerst echt van binnen, probeer ik dat, die kwaliteit te voelen en tot me te nemen. En dan op een gegeven moment, misschien kun je ook wel met me meedoen. Dan ga je dieper in- en uitademen. Dat je helemaal stil wordt en contact hebt met jezelf van binnen. En dan laat je je mond openvallen. En dan ga je klank laten komen. Je doet het altijd goed. Oeh.
blijf je dat doen. Dus je gaat gewoon misschien 5 minuten, 10 minuten zitten. Je ademt in. Je ademt die kwaliteit in de klank uit. Probeer het eens uit. Ik zou het ook leuk vinden om eens te horen hoe dit voor je is. Als je dat leuk vindt, je kunt me dan mailen op contact@jackiepeters.nl. En dit was mijn eerste video. Ik ben van plan om nog vaker, nog wat meer oefeningen aan jullie te geven. Dus als je dit interessant vindt en het helpt je, dan ben je ook een volgende keer natuurlijk weer van harte welkom. Fijne avond.